slagers. Ja. En Meijer Liepschiet was een voederkoper. Oh, ja. En die liep hier met zijn karretje en die riep dan. En wat hij dan allemaal riep, weet ik niet. Maar hij zond er dan een hele hoop artikelen op die hij opkocht van mensen. En in die tijd woonde hier om de hoekje een muzikus, Marius Brands Buys. En daarvan hebben we dus nog in het archief de aantekeningen in nootjes bewaard. Oh, ja. En vandaar dus dat die gevelsteen hier dus is neergegaan. Ja, ja, we zullen even kijken. Goed.